Hallo allemaal, hartelijk welkom bij een nieuwe video op het Speel met mijn kanaal. Vandaag hebben we een hele leuke video. Dat was mijn idee. Jouw idee, Cookie Monster? Je begint de video zonder mij en dan zeg je dat het jouw idee is. Het is het niet. Jawel, het is mijn idee. Nee, echt helemaal niet. Dat hebben we gelezen in de reacties. Of nou, ik had het gelezen in de reacties. En het gezegd, of wat? Ja, kan zo zijn. In ieder geval wordt het leuk. Er zijn koekjes. Nee, er zijn helemaal geen koekjes vandaag. Nee, mensen, vandaag hebben we een hele leuke video. Zoals altijd. Ja. En in de laatste Orbeez video van Cookie Monster hadden we een reactie gelezen. En die vonden we allebei heel leuk, toch wel? Ja, super idee. Wat we vandaag gaan doen is Orbeez en Glibby slijm mengen. En dan gaan we eens kijken hoe dat eruit ziet en hoe de Orbeez parels dan voelen. Want Orbeez die voelen sowieso al glibberig aan en een beetje als slijm. En we zijn dus benieuwd hoe dat gaat als je dan ook nog eens Glibby erbij doet. Maar we weten niet, hè? Ik weet het. Oh, ja? Jij weet het? Hoe voelt het dan aan? Slijm. Grappig, hè? Ja, super grappig. Zullen we dan maar beginnen? Ja, we gaan beginnen. We hebben al te veel gepraat. Ja, dat klopt. Ja, moeten we ook vermijden. Ja, maar ik wil nog wat vertellen. En... Nee. We beginnen nu. Niet meer praten. Wauw, hoe heb je dat zo snel gedaan? Ben je een tovenaar? Nee, dat ben ik nou niet bepaald. Ik heb gewoon de video gepauzeerd en toen ben ik verder gegaan. Snap je? Oké. Dan beginnen we. Oké, dan gaan we beginnen. Als eerste komen de Orbeez parels. Die doen we er nu in. Zo. Dat ziet er al super uit. Of wat? Ja, het ziet er echt lekker uit. Ja, waarom weer lekker? Je moet het niet eten. Laatst heb je het ook al geprobeerd en dat was niet goed, hè? Ja, maar ze zien er super lekker uit. Ja, super lekker. En dit hebben jullie laatst al laten zien. Dit zijn dus de Orbeez parels. Dat is dus helemaal niks nieuws voor jullie. Maar ook weer heel cool. Kijk maar. Bloop, 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 bloop. Bloop, 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 bloop. Zo. Oké, Cookie Monster. En wat komt er nu dan? Dat wil ik weten van jou. Koekjes. Ja, koekjes. Tuurlijk. En nu serieus. Wat komt er nu bij? Tinty. Nee, ook Tinty niet. Wat dan? Play-Doh. Nee, ook niet. Huh. Ik moet het maar zeggen. Oké, nou, ik doe het nu zelf wel. Nee, grapje. Libby slijm. Ja, inderdaad. Ga maar even aan de kant. Dan doe ik dat erin. Hier hebben we ons Glibby slijm. Dat hebben we natuurlijk al eens laten zien aan jullie. En er zit nog wat in. Dat gaan we nu dan hierin doen. Het is groen Glibby slijm. Dan gaan we kijken wat er allemaal gebeurt en hoe het eruit gaat zien. En natuurlijk hoe dit aan gaat voelen. Zo, dan gaan we nu ons Glibby slijm erbij doen. Even wat meer erin doen dan normaal misschien. Het ziet er al heel glibberig uit. Of Cookie Monster? Nee, helemaal niet. Hoezo helemaal niet? Het ziet er toch al als glibber uit? Nee, vind ik niet. Oké, dan niet. Dan gaan we eventjes wachten. En dan zien we ons zo meteen weer terug. Zo, we hebben... eventjes een paar minuten gewacht. Ziet het er vies uit? Nee, het is slijm. Is lekker. Waarom weer lekker? Cookie Monster, alles is lekker voor jou. Het is niet te eten. Begrijp dat nou eens. Oké. Weet ik al. Ik eet het niet. Waarom lach je nou? Nee. Dan gaan we nu eventjes het slijm vastpakken. Super. Het voelt heel slijmerig aan. En er zitten er nog van die Orbeez parels tussen. Kijk, dus het experiment is in ieder geval gelukt. Ik heb het gevoel dat het slijm nog een beetje gecentreerd is. Dat het een beetje in het midden zit.
Heel lekker, Cookie Monster. Nee, nou zeg je niks meer. Oké. Maar nu moet Cookie Monster natuurlijk eventjes een bad nemen. Wat? Ik weer? Hoe zou het zijn als jij eens een bad neemt? Jij stinkt. Ik stink? Eerlijk? Nee, maar toch. Jij kan ook wel eens een bad. Nee, dat hebben we voor jou gemaakt. Ik pas hier helemaal niet in. En jij vindt het altijd leuk, dus ik snap niet waarom je nou moeilijk doet. Maar je gaat het niet eten, hè? Nee, ik doe het niet. Je kent me toch. Ik eet nooit wat. Ja, inderdaad. Daarom vraag ik het je ook. Spring er maar in. En... Wops. Oeh, Cookie Monster. Wat doe je nou? En, hoe is het? Super vies. Ja. Echt lekker is het niet. Maar het voelt toch lekker aan? Heb je me niet gehoord? Lekker is het niet. Ah, nou ja, ik vond het eigenlijk wel een lekker gevoel. Ik vind het wel leuk. Ja, dan ga jij er toch in. Nee, dit is voor jou, Cookie Monster, niet voor mij. Je kunt je een beetje ontspannen. Maar ook echt alleen ontspannen, hè? Ik wil niet dat je iets eet. Oké. Ik zeg oké. Nou, tot zo. Zo, ik ben weer alleen. En jullie weten wat dat betekent. Ja, Cookie Monster. Ik heb je weer. Je wilde weer Orbeez gaan eten, hè? Nee joh, helemaal niet. Ik vind het heel vervelend dat je me niet vertrouwt. Jammer. Ik dacht dat ik je nou te pakken had. Want natuurlijk mag je de Orbeez niet eten. Maar ja, Cookie Monster doet het de hele tijd. Oké, ik laat je met rust. Zo, nu kunnen we ongestoord slijm met Orbeez proberen. Ja, daar heb ik je, Cookie Monster. Ik heb je nu. Ja, doe je mond eens open. Ah. Nou, weer niet. Blijkbaar heb je vandaag echt geen honger. Dan laat ik je nu echt alleen. Zei ik toch. Oké, tot zo. Zo, en nu dan? Nu ga ik het eens proberen. Maar wel belangrijk, alleen ik kan het doen. Jullie echt niet. Niet nadoen. Bah, lekker was het niet. Helemaal niet. Cookie Monster, wat heb je nou? Helemaal niks. Ja, ik weet alweer wat je hebt. Jij hebt toch weer die parels geprobeerd, hè? Kort maar. Oh, Cookie Monster. Ik ben 2 keer hier geweest. En nu ben ik er niet. En dan doe je het dus toch. Ja. Nou ja. Mensen, jullie weten. Dit moeten jullie in geen geval nadoen. Niet doen. Cookie Monster heeft van die stomme ideeën. Maar jullie moeten het niet gaan nadoen. Oké, we hebben hier in ieder geval Glibby Slijm. En we hebben Orbeez Parels. Ik zou het niet aanbevelen. Nee, ik ook niet. Is ook niet lekker. Nee, natuurlijk is dat niet lekker. Kun je nou gewoon eens eventjes de kijkers vertellen dat ze in geen geval die Orbeez parels moeten gaan eten? Niet in je mond nemen, die Orbeez parels. Dat kan alleen Cookie Monster doen. Ja, jij kan het doen, maar... Nou, in ieder geval mensen, de boodschap is duidelijk. Je moet ze dus in geen geval in je mond nemen. En ook dat slijm trouwens niet. Het is al vies genoeg om het aan te raken. Ik hoop dat jullie het leuk vonden vandaag. Ik vond het wel best wel weer leuk. En Cookie Monster ook. Dan zou ik zeggen, dan zien we elkaar de volgende keer. Ja, of over volgende keer. Ja. Nou, doei.